Goedemiddag, fijn dat jullie hier zijn. En ook wil ik dankjewel ook als de mensen kijken op het internet. Ja, ik wil met jullie het woord delen. Ik begin weer even. De vorige keer was ik bij Jacob, maar daar wil ik nog een keer weer op terugkomen, want daar kun je veel uit leren uit de geschiedenis. Dan lees ik eerst even een stukje uit Gods woorden over. Toen Isaac oud geworden was, werden zijn ogen zo verzwakt dat hij niet kon zien. Hij riep zijn oudste zoon Esau en hij zeide tot hem, mijn zoon. En deze zeide tot hem, hier ben ik. En hij zeide, zie toch, ik ben oud geworden. Ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, neem toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog en ga uit het veld in en schiet voor mij een stuk wild. Bereid mij dan een smakelijk gerecht, zoals ik het gaarne heb, en breng het mij, opdat ik eten, en dan zal ik u zegenen, eer ik sterf. Rebecca had geluisterd toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Rebecca die nam dus de beste klederen van haar oudste zoon Esau, die bij haar in huis waren, en liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En de vellen der geitenbokjes trok zij over zijn handen en over zijn gladde hals. Toen stelde zij het smakelijk gerecht en het brood dat zij bereid had en liet haar zoon Jacob dat ter hand nemen. Daarop kwam Jacob bij zijn vader. En hij zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik. Wie zijt gij, mijn zoon? Ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan zoals gij tot mij gesproken hebt. Richt u op, ga zitten en eet van mijn wildbraad. Kijk, dit is nou eigenlijk gewoon heel erg triest wat hier gebeurt. Dit is eigenlijk wat je noemt een kleine misdaad van Rebecca en Esau. Rebecca die Jacob aanzet tot liegen. Rebecca die ook Jacob leert om, ja, voor Jacob is het ook heel triest, want Jacob die kan hieruit ook gewetensbezwaren krijgen, als hij die zegen heeft gekregen van, ik heb het door bedrog gedaan. Dus dat is eigenlijk ook al geen goede zaak. En dan ook nog het feit dat ze Isaac eigenlijk de zwakheid van Isaac gebruiken, omdat zijn ogen zwak waren, zo konden ze gemakkelijk hem bedriegen. Dus dit is eigenlijk iets wat je niet, wat niet goed is en wat de Heer ook te zeggen heeft, dat je daar ook uit leren moet dat het fout is. Niet zo van lekker van, kijken wat die allemaal verkeerd doet. Maar zo zie je hoe arglistig het hart is. Want Jacob was op zich een oprechte man. En hoe kon hij dan toch zo de fout ingaan? Ja, en dat zie je ook, zo zijn dus ook die voorbeelden in Gods woord, hè. De heiligste man in de geschiedenis, zoals David ook, dat hij zondigde met Bathsheba, terwijl het toch een man naar Gods hart was. En eigenlijk Abraham ook, die ook bang was bij koning Abimelech, dat hij ook ging liegen over zijn vrouw, dat hij zei dat het zijn zuster was. Moet je zien wat de gevolgen dat heeft. En ook dat Abraham, dat ze niet vertrouwde, terwijl de Heer had gezegd, ik geef jou een zoon. En dat, dat Abraham...
Abraham dan toch naar die slavin gaat en daar ook een zoon bij krijgt. Moet je zien wat de ellende, wat de gevolgen dat heeft. De Ismaëlieten die er nu zijn, de gevolgen, de strijd die er altijd is tussen Israël en de Arabieren. Vandaag aan de dag nog steeds. Altijd strijd, strijd, strijd. Dus het heeft zeker gevolgen als je niet echt doet wat de Heer zegt of niet luistert, heeft het echt gevolgen. Want ook het leven van Jacob, Jacob heeft daarna heel veel ellende gekregen in zijn leven. Hij is zelf ook vele malen bedrogen. En ik denk dat dat ook Gods straf is geweest. Of althans, als je niet luistert naar het woord van de Heer, dan komt het kwaad toch terug bij jezelf. Dat is nou eenmaal een wet die gebeurt. Toen zeide Isaac tot Jacob, kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon. Of gij inderdaad mijn zoon Esau zijt of niet. Jacob dan kwam dichterbij tot zijn vader Isaac en deze betaste hem. En hij zeide, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Kijk, Jacob die had misschien wel de stem van een heilige, maar met zijn handen, om het maar even geestelijk te zeggen, zondigde hij eigenlijk. Doch Isaac herkende hem niet, omdat zijn handen behaard waren. En hij wilde hem zegenen en hij zeide, zijt gij inderdaad mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ja. Toen zeide hij, zet het dicht bij mij, dan wil ik eten van het wildbraad van mijn zoon, opdat ik u zegene. Wat eigenlijk ook heel, heel slecht is, wat Jacob daar ook zei, hè, van, omdat de Heere uw God mij deed slagen over dat wildbraad, terwijl de Heere God hem helemaal niet dat deed. Dus hij gebruikte ook nog de naam van de Heer op een verkeerde manier. Toen hij de geur van zijn klederen rook, Isaac, zegende hij hem en zeide, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Jacob werd gezegend met macht. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u nederwerpen. Wees heerser over uw broederen en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. Dus ook, hij kreeg dus ook de zegen van Gods gunst en ook... Ook een heel groot stuk in de hemelse gewesten over de zegen en de vloek. En dan wil ik nog iets zeggen over Rebecca. Rebecca die had dat best anders kunnen oplossen als zij naar Isaac was gegaan. En ze had gewoon gezegd van, nou, Esau die heeft de zegen verspeeld. Hij heeft zijn eerst geboorterecht verkocht. En hij heeft vreemde vrouwen gehuwd. En God heeft een belofte gegeven dat de oudste, de jongste zoon zou dienen. Als Rebecca nou gewoon Isaac erop gewezen had, dan had ze helemaal niet hoeven te liegen. Dan had ze helemaal niet dat bedrog hoeven te doen. Ja.
Nou, dan wil ik nog even op doorgaan. Over, want God, die geeft dus ook vele waarschuwingen over het hart. Over het hart waar al de oorsprongen van het leven vandaan komen. Daarom moet je je hart ook behoeden. God zegt dus ook in Genesis, vlak voordat de zondvloed komt, dan zegt de Heer ook van, toen de Heer zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. Zo zie je dat de Heer het heel erg vindt, dat boze hart. Jezus zegt ook in Matteüs. Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen. 7 dingen. Moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. In Spreuken staat ook, deze dingen zijn voor de Heere een hartgrondige gruwel. 7 dingen. Hoogmoedige ogen. Een valse tong. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat helloze plannen smeet. Voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Wie leugens uitblaast als een vals getuige, en wie twist stookt tussen zijn broeders. In Spreuken staat ook, bedrog is in het hart van wie kwaad smeden. Beraamt niet in uw hart elkanders onheil. De verkeerde van hart zijn de Heere een gruwel. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard? God doorzoekt ook al de schuilhoeken van het hart. Slagen daarentegen reinigen de schuilhoeken van het hart. Gij die hart en nieren toetst, rechtvaardige God, en beproeft. Bid daarom aan de Heere, doorgrond mijn hart en zie of mijn gedachten tot uw eer zijn. Neig mijn hart niet tot iets kwaads, Psalm 141. Bij willens en wetens en het niet luisteren naar wat God iemand zegt, geeft de Heer je ook over, hè, aan verkeerdheid. Even een paar voorbeelden. De Heer kan je hart verharden. Als je alsmaar niet wil luisteren, verhard de hart je Heer. Zoals bij Farao. Onvermurbaarheid. Slaan met blindheid. Doofheid. Geestelijk dan. Zoals het volk met Israël. Dat zij niet naar de Heer willen luisteren. God zegt ook van, te vergeefs heb ik mijn handen uitgestoken naar een volk, omdat ze ongehoorzaam zijn en niet willen luisteren. En degene die naar mij niet zochten, die vonden mij. Dat zegt God over Israël.
God kan ook een boze geest sturen, zoals hij deed bij Saul, die ongehoorzaam was, omdat Saul ging offeren, terwijl hij moest wachten op Samuel. En wat de Heer nog erger vond, Saul had Amalek moeten verslaan met de ban. Hij had de koning ook moeten ombrengen en hij moest alles moest hij wegdoen van Amalek en toen liet hij de koning in leven. En hij liet de dieren in leven en dat heeft de Heer hem zeer kwalijk genomen. En toen zei de Heer, ik schud het koningschap van je af. Nou ja, en nog een voorbeeld over de priesters en de fariseeën. En dan op het allerlaatst, de mensen die het evangelie ongehoorzaam zijn, dan geeft de Heer hen over aan hun verwerpelijk denken. En denk maar straks aan de antichrist. Daar komen alle mensen in terecht die gewoon niet naar de Heer willen luisteren. En de Heer geeft hen over aan het kwade. En waarom is het zo belangrijk dat je je hart zuiver houdt voor de Heer? Omdat de duivel daar grote misbruik van kan maken. Als jij het woord van God niet kent, kan de duivel je overal oppakken. Ten eerste, als je geen geloof hebt, kan de duivel je oppakken, want dan ga je in allerlei dingen geloven die leugens zijn. En de duivel is de vader der leugen. De duivel komt niet anders dan te stelen en te moorden en te roven. Dus hij zal alles eraan doen hoe hij je kan krijgen. Daarom is het dus ook zo ontzettend belangrijk. Efeze 6 dus. Om... steeds gevuld te zijn met het woord van de Heer. Voort steeds krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt dan op. Uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem bij dit alles het schild van het geloof, om daarmee de brandende pijlen van de boze, dat je die kunt uitdoven. En neem de helm des heils aan, dat is het zwaard van de geest. En dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Heel erg belangrijk om dat zeer regelmatig te doen. Zo belangrijk om die geschiedenis goed te kennen uit Gods woord. Omdat je daarin leert hoe het gaat. En hoe slecht de mensen zijn. En dan even de Tweede Wereldoorlog. Hoe erg dat geweest is. Wat zich daar heeft afgespeeld. Heel vaak wordt het maar verdoezeld. Vandaag, 27 januari, werd het ook herdacht, hè? De bevrijding van de Holocaust. Toen werden die kampen allemaal bevrijd van de Duitsers. Verschrikkelijk. Ik heb één getuigenis gelezen van een Jood die het overleefd heeft. Het is echt goed om dat steeds herdacht wordt.
Ja, Satan die regeert dus hier op aarde. Jezus zag hem als een bliksem uit de hemel vallen en regeert hier op aarde, is zijn terrein. En aan het einde der dagen zal hij als een god in de tempel zitten. En alles wat hier op aarde is, zal onder zijn hand zijn, dat zal de Heer toelaten. Dat kun je ook weer lezen in Daniël. En alles wat met God te maken heeft, zal hij lasteren, bespotten en verdoezelen. En hij krijgt dus alle macht voor een korte tijd. Daarom zal dat ook een vreselijke tijd worden met geen pen te beschrijven. De onverstandigen geloven elk woord. Daarom moet dus je hart gevuld zijn met het woord van de Heer. Dat is een wapen tegen de vijand. Daarom zijn er ook zoveel dwalingen en dwaalstellingen, sectes en vele godsdiensten. Waarom? Omdat de mensen niet luisteren naar het woord van de God en hun eigen regels gaan opstellen. Die ingefluisterd worden door de duivel. En de duivel doet zich voor als een engel des lichts. Dus het lijkt allemaal heel mooi en bedriegelijk, maar het is gewoon heel erg. Dus er is heel veel geestelijk onkruid en woekeringen, zoals de kanker. Daarom wil God jou vervullen met kennis. Daarom zegt de Heer ook, gelooft in de Heer en gelooft in zijn profeten en u zult voorspoedig zijn. Want mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Dus belangrijk om gevuld te zijn met het woord van de Heer. Geloven is ook daar wij zien op het onzichtbare, want het onzichtbare is eeuwig. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Neem hem dus aan in je hart en bid dat hij je vergeeft en dat je zijn kind mag zijn van de Vader van Jezus. En dat een ieder die in Jezus gelooft niet verloren gaat. Wie in Jezus gelooft wordt niet veroordeeld. Hij draagt het getuigenis in zijn.